Ja, wat we hier zien is natuurlijk typisch Zuid-Limburgs landschap. De heuvels zijn gecreëerd door erosie. Wat we hier zien is vogelakker, typische akkerbouwgewassen zoals granen, erwten. Daarachter ligt Maastricht, dat is België. En industrie, stad, natuur, op een klein oppervlakte proberen we het samen te doen. Het Zoudal is een eeuwenoud landbouwgebied dat al jaren wordt bedreigd door de steeds maar grotere stad en industrie. De gemeente Maastricht wil nu samen met de boeren van het Zoudal een ecologisch uitloopgebied maken. Bedreigde vogelsoorten kunnen hier zo een veilige broedplaats vinden. Natuurrijk Limburg helpt de boeren en de gemeente om gezamenlijk dit gebied naar een hoger niveau te tillen, waarin biodiversiteit en vogelbescherming een grotere rol speelt. Ja, dit is een gebied wat tegen de stad aan ligt, met alle uitdagingen die het stedelijk gebied heeft, waaronder de energietransitie. De gemeente die heeft hier in de omgeving hele zonneparken liggen. Maar de gemeente vond het ook heel belangrijk om het gebied aantrekkelijk te houden als uitloopgebied voor de mensen in de stad Maastricht. En ja, je hebt hier nog een zevental boeren in het gebied zitten. En die zeven boeren kunnen er ook voor zorgen dat je hier een mooi landschap houdt. En met de bijbehorende typische boerenlandvogels. Hier hebben we dus een vogelakker. Daar zijn verschillende plantjes geplant voor diversiteit te creëren. En die maken zaadjes, die vallen op de grond. Daar hebben de vogels profijt van. Die kunnen daar dat opeten. Ze kunnen er beschutting in vinden. Er zitten kale plekken, dichtbegroeide plekken om te schuilen tegen, ten opzichte van de vos bijvoorbeeld. Ja, we vinden dit gebied juist omdat het zo'n eenheid is met een zevental enthousiaste boeren. Vinden wij het heel interessant om hier nou eens te kijken hoe kan jij gebiedsgericht samenwerken in die uitdagingen. In het experiment in het Zoudal verkennen de boeren de mogelijkheden om tot een gezamenlijk bouwplan te komen. De verbouw van verschillende gewassen in combinatie met specifieke maatregelen voor soorten komen dan optimaal samen. Bij teelt van verschillende gewassen is er altijd ergens in het gebied dekking en voedsel te vinden. Aangevuld met bloemranden of vogelakkers en met beheer speciaal voor insecten en vogels vormt dit geheel een ideaal leefgebied voor akkervogels. Voor een individuele boer is het moeilijk om al die functies tegelijk aan te bieden, maar met elkaar lukt dat mogelijk wel. Nou, het gebied leent zich heel goed om torenvalken, spreeuwen die broeden in de boomgaarden rondom die oude boerderijen, veldleeuwerikken die echt in het open veld broeden in randjes zoals dit, of in specifieke vogelakkers, gele kwikstaarten die broeden in het graan en hun eten zoeken in die insectenrijke stroken. Ja, dat is de opgave die er ligt, is om de ecologie diverser te krijgen, en dat hangt heel nauw samen met het bouwplan. En daar komen we toch weer uit op variatie, zoveel mogelijk gewassen, extensieve gewassen en enkele specifieke maatregelen. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat eigenlijk jaar rond dit gebied geschikt is voor akkervogels. Mijn rol is om vooral te kijken naar wat is landbouwkundig mogelijk, welke mogelijkheden zijn er. Een paar jaar geleden zijn we hier rondgelopen in dit prachtige gebied met een aantal ecologen. En die kijken op een hele andere manier naar het gebied als iemand met een landbouwkundige achtergrond. En doordat je dingen niet weet als landbouwer, kan je er ook geen rekening mee houden. En dat vind ik het leuke van dit project, door samen met een ecoloog te kijken en toch landbouwkundig proberen het maximale eruit te halen, zijn hier volgens mij hele mooie resultaten te behalen. Het liefst zou ik dingen doen waarbij het product zeg maar twee functies bedient. Stel je doet bij granen telen ook onderzaad, dan heb je niet alleen de opbrengst van het graan, maar ook bijvoorbeeld klavers of grassen die onderin staan, waardoor de biodiversiteit verbetert. Maar ook je bodemkwaliteit beter op orde blijft. Dus alles wat je doet, dat het goed voor de natuur is, maar dat het tevens een versterking is van je eigen bedrijf. In het ideale beeld hoop ik dat over een aantal jaar wij niet meer nodig zijn en de landbouwers van het najaar of het voorjaar met een paar man in het café gaan zitten en gaan kijken van hoe kunnen we dit jaar weer zo goed mogelijk onze bouwplannen op elkaar afstemmen. Zodanig dat we allemaal een goede boterham verdienen en het er ook weer zo mooi blijft zoals het nu is. We gaan met de gemeente en de boeren verkennen hoe zij een waardering kunnen krijgen, economisch,
voor het onderhoud van dat mooie landschap waar die burger van profiteert. Dat kan inderdaad een vergoeding voor het onderhoud van een heg zijn, afzet van producten in de stad, maar ook het verlagen van pachtprijs van gronden die boeren in beheer hebben van de gemeente. Wij boeren gaan ons best doen om het gebied er mooier uit te laten zien, waardoor de mensen die in deze omgeving werken, wonen, daar ook van kunnen profiteren. Ik hoop ook dat zij zullen zien wat wij als landbouw bijdragen aan een mooiere omgeving. En dat we dat ook misschien weer terugkrijgen in de vorm van een beloning, in de zin van dat wij meer producten lokaal kunnen gaan afzetten. We hebben elkaar nodig. Het zou wel mooi zijn als er ook meer waardering voor de landbouw op die manier komt.